Lid aan het werk. Kan ik alle bochten goed zien. Oké. Ga je toe dan? Naar de Weissenzee. Ja. Ze hebben alleen geen zee? Nee, het is een meer. Ja, oké. Maar ze zijn een beetje rek hier. Oké. Ze lijken wel een beetje op jou. Nee. En we hebben tokkies. Een stukje verderop. Die wonen met z'n acht in een Volkswagenbusje. Ja, daar. Waar gaan wij heen dan? Naar de Weissenzee. Naar de Weissenzee. Naar de Weissenzee en het is toch een meer. Ja. Oké. Okay. Ja, dat bedoelden ze ermee. Oh, dat bedoelde ze. Ja. Ik heb de twee personen gefilmd die er nog zijn, maar daar kon je ook doorheen kijken. Ja. Ik heb ze gefilmd. Ze stonden daar op de bus te wachten, maar die kwam even niet. Nee. Ze staan al acht jaar op de bus te wachten. Ja. Terug. We zijn op de Katsberg. Ik heb nog geen kat gezien. Katsberg, nee. Ja, weer een oom gedaan. Oh, oké. Okay. 1440 meter. Ah, dat is een mini ding. Mini, mini. Ja. Wat gaan we doen? Ja, ik zag helemaal verkeerd. Ja. Zijn hier ze één? Want ze hebben zelfs een bord voor jou gemaakt. Ja. Dus het kan zijn dat het hier iets naar beneden loopt. Laat ik jou even lopen, dan kijk ik het misschien beter zien. Dag meneer, de meneer is verdwenen. Nu is ze weg. Heb je echt een heel vies naar beneden? Ja. Ja, daarom stond er ook dat bord, weet je, van 4 naar 1. Want dat is natuurlijk verkeerd geweest. Ja, dan ga je ineens een gang maken. Dan ga je nog niet betalen. Nee, en vrachtwagens natuurlijk, hè, want ja, die hebben een groter probleem. En waarschijnlijk hebben ze hier geen uitvloegstroken. Nee, dus, ze hadden hier geen uitvloegstroken. Dus dat wordt gewoon tegen de berg oprijden dan. Ja. Ik heb gisteren geleerd om te dalen. Weer eentje. Oké. Okay. Er zat één waarschijnlijk teruggaan. Ik ga niet eens één, hoor. Ja, dat is voor auto's, hè? Ja. Ja. Want ik weet niet of jij ook zo'n versnellingsbak hebt, terwijl ze hun hebben, op dat plaatje. Nee, net niet. Want dan begrijp ik het wel, dat je niet zo snel gaat. Zo, de tering. Zo, de tering. En ik sta gewoon nog. Oh, wat eng. Ik was je van boven aan het filmen.
En meneer zit een poepje in de broek te laten. En ik zit er wel gemakkelijk te staan. Ja. Het gaat wel echt veel beter als dat het ging. Oh? Nee, ik vind echt dat het veel beter gaat als daar loopt. Ja, dan ziet die vrachtwagen volgens het anders in. Ja, die... Ja, die mogen echt geen gang maken, want die kennen echt nooit meer remmen, zo'n ding. Je mag er gewoon voorbij hoor. Ja, die auto's die omhoog komen, die gaan zo langzaam al in, dat ze je ook nog eens zien. Dus als ze je zien, dan remmen ze even af. Want dat is eigenlijk de gein met, moet je zien wat een ruimte je ook nog eens had gehad eigenlijk. Maar auto, er komt niks hard omhoog. Nee, dat is zo. Alleen maar... Je moet kijken hoe langzaam eigenlijk die auto komt. Je had hem al lang gezien. Weet je, en die vrachtwagen die gaat met recht zo langzaam. Ja, dan kan je niet achterblijven zitten, want als je daar achterblijft zitten, dan... Ja. Zie je er morgen nog? Ja. Buiten. Zat het buiten? Ja, bijna. Nou, dat was een verkeerde kant. Dat was het verkeerde buiten. Soms kijken het als ik. Oh, ja, dat is altijd handig. Nee, dat niet. Ja, hij loopt wel aardig naar beneden. Ja. En hier hoef je niet eens wat te betalen. Nee, maar ja, deze had je alleen eigenlijk omhoog moeten rijden in plaats van naar beneden. Ja. Want de weg die wij omhoog gingen, dat was eigenlijk niet zo heel mooi als dit. Nee. Nou ja, van de week komen we misschien nog wel een keertje omhoog. Want het hangt hieruit op dezelfde weg. Ja, ja, ja. Ja, al die huisjes zo eigenlijk tegen die bergen al geplakt. Die hebben echt een mooie uitzicht, die mensen. Ja, je begrijpt het niet, hè, want we hebben een melkoverschot. Maar als je een pak melk opdrinkt, dan denk je echt dat je aan de kraan ligt te lurken. Het is toch echt onvoorstelbaar eigenlijk, hè? Ja. Maar het stroomde nog aardig. Even de brug filmen, daar willen we niet rijden. Even filmen wat we niet willen rijden. Ik ga dan maar een huisje hebben gekocht. Dan ligt er gewoon je hele huisje de hele dag op de schaduw. Ja. Moet je kijken hoeveel schaduw dat ding heeft. Ja. Zoals deze mensen. Maar ja, aan de andere kant, dat komt niet altijd verkeerd van als je huisje bent. Dat kan weer niet. Ja, oké. Bizar dat ze overal hier die wegen gedaan hebben. Ja. Of met de beven bezig zijn, of ze hebben het gedaan. Het is echt bizar. Maar het is super mooie wegen. Ja, ja, ja. We zijn er wel bij die plekken, maar er zijn er heel weinig. Ja. Onze Engelman, die kan niet klaar hier. Ja, wel, want dat deed hij ook, want toen zat hij op de steentjes, weet je nog.
voor het kinderpark is het, of zo. Dus moet je natuurlijk elke keer overlopen. Zo, hier wil ik wel camera hoor. Dit water is schoon tenminste. Ja. Je hoeft toch niet in dit? Ja. Zo te zien, kun je toch wel aardig gaan hoor. Ja. Ja, het zal natuurlijk wel eens wat raken, maar... De drone is je weer aan het filmen, Blin. Oh? Ja. Ben je het weer aan het gaan natuurlijk? Boven op je hoofd. Dat ene steentje ook wel om kunnen donderen. Daar gaan we naar boven. Ik denk echt dat je hier in een weiland rijdt, hè? Ja. Hier recht achter dat huis aan de linkerkant. Ja, dan loopt de snelweg. Loopt de grote de snelweg. Ik zag ineens ook iets. Ja. Meneer is er klaar mee. Die gaan we met de bus. Ja. Hallo? Jezus Christus.
15%, dan had het goed. Dat je nou gelijk kan zien wat er eigenlijk komt als je zo aan die buitenkant al bent. Zie je eigenlijk gelijk of dat er scherp of iets of een auto of wat er ook maar aankomt eigenlijk. Ik heb het allemaal gefilmd. Dat is wel een mooi weggetje. Melin praat even niet, die is te druk bezig. Ik praat wel voor Melin. Ja, ik zit weer in de verkeerde versnelling. Oh, help! Oh, dat ging goed. Oh, een auto. Nou, dat was Melin. Oké, nou weer verder met mij. Oh, hey, it's alive! Ik was gewoon even heel goed geconcentreerd bezig. Ja. Wat echt cool. Ja, wat echt cool. Dat was een soort poppetje, dus het ging ook echt heel vloeiend. Ja, ja, ja. Dat was eigenlijk zo'n beetje dat stukje wat je in Polen rijdt, zeg maar. Ja. Heb je dat ook? Bos rijden. Ja, dat schijnt. Het is een soort boerderijachtig iets en die hebben dan ook. En waar ze dan ook koffie hebben en zo, dan heb je schijnbaar heel mooi uitzicht al op de Wijzenzee. We hebben ook een almrestaurant. Dus je kunt vast wel een vastgoed krijgen. Ja. Nee. Ik heb het gefilmd. Ik kan iemand anders het ook zien. Ja.
want ik zie nog heel veel andere dingen ook hier. Gewoon waar die auto's staan, hè? Waar die fietsen komen staan. Mini paardje. Geiten. Ja, zet hem maar even. Ja, Rob, ja? Wat moet ik dan nog gewoon even staan, joh? En eerst even bepalen waar... Oh, daar komt het ding aan. Ah, oké. Okay. Heel mooi. Nou, heel mooi. Nou, dit is naar de zee die toch een meer is. Oké. Ja. De Wiesenzee. Jij zegt hier houden ze de alternatieve Elfstedentocht, maar het is toch veel te warm, joh, nou. Ja, ik begrijp het niet helemaal, hoor, wat je nou zit te vertellen. Volgens mij zit je mij gewoon in de maling te nemen. Nee. Jawel, zeg ze ook nog nee. Het is gewoon 30 graden. In de winter. Ja, dat zei je er niet bij, hè? In de winter. Jij zegt... Ja. Nee, jij zegt... Hier... Ja, is er de, en ik vond het al raar, want ik zag ook niemand met schaatsen. Met schaatsen.